Hallo lieve stier, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 5, 30 januari tot en met 5 februari. Dus een algemene reading, haal vooral uit wat je nodig hebt. Lieve stier, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Kom in actie. Ik zie vooral dat je heel erg gesteund wordt, maar ook dat je echt mag vertrouwen in je eigen weg. We gaan eens even verder kijken, lieve stier, wat je verder deze week kan verwachten. Ik hou mijn kaartjes misschien een beetje gek, maar ze vliegen iedere keer op de grond. Je bent deze week bezig met ontplooiing. Je bent bezig om je vleugels uit te slaan. En ook naar jezelf te kijken met ik mag er zijn. Daarnaast zie ik vooral dat je heel erg bezig bent en gefocust bent op terug te komen bij je hart. In plaats van je ego. Ik zie vooral ook dat je meer vanuit je intuïtie gaat leven. En dat muziek heel belangrijk is voor je deze week. Je gaat meer in jezelf geloven. Waardoor de machteloosheid eigenlijk weg gaat vallen. Je begint aan nieuwe hoofdstukken. En daarnaast zie ik vooral dat je ja, toch weer verder op onderzoek uitgaat. En het kan staan voor een onderzoek, maar het kan ook staan voor een studie. Je pakt eigenlijk weer de leiding op. En je let heel goed op de details en welke stappen je wilt gaan zetten. Omarm jezelf en wees trots op jezelf. En durf maar tot een bloei te komen deze week. Dus het is een week met wel mooie bewegingen erin. Een mooie boodschap voor jullie. Deze. Denk niet te veel na en haal je doel voor ogen. Lieve, lieve stier, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens jou verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan nemen. Kijk je op www.mediumdaphne.nl. Ook kan je opgeven voor de mediumschapsopleiding die in september weer van start gaat. Dat is op de zaterdag en het is groep 4. Wie weet zie ik jou daar. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.